Audio Jungle. Zo, wat zeg ik nou? Stoppen we tot de volgende keer? Nee. We gaan verder met het Camps of Days. En met het volgende nieuwtje. Het Booby Trap Hotel zijn ze ook druk bezig met aan het restylen. Ziet er mooi uit. Dit is de kassa. Ziet er al leuk uit. Je kunt ook beter zien. Een beetje groen, een beetje geel, een beetje blauw. En ja, dit is hier het front. De draaitom wordt geresteld. Zo ziet het er in feite nog uit. Hotel, dit zijn een beetje de tekeningen. Zo. Ziet er leuk uit allemaal. Dit. Dit. Beetje Booby Trap Hotel. Ziet er leuk uit. We gaan verder naar de volgende update, want we hebben nog genoeg te behandelen, wat ik zo al eerder in de video zei. En dan ook bij de Braden's van Mark Lake zijn ze bezig met onderhoud. Je ziet het, de kruisen, de kapper van de kruis heen eraf gehaald. Waarschijnlijk wordt dat in de led gezet. Dit is de middenton. Ze zijn er druk bezig met onderhoud. Ziet er leuk uit, ik ben benieuwd. Hier de dingen voor de platen, voor de vloer. Hier ook. Ziet er leuk uit. Ik ben benieuwd hoe die was in 2018. Dus we gaan verder naar de volgende zaak. Update. En dan hebben wij hier nog een klein kort filmpje. Van de teacups van Vermolen. Ziet er leuk uit. Laten we even ondertussen het filmpje draaien. Ziet er leuk uit allemaal. Mooie dak erop. Ik doe dit eigenlijk de teacup nummer 1. Puur omdat het dak heeft. Het is een beetje origineel. Deze teacup lijkt een beetje op die teacups van Stroeken. Toen, nu van Troost. Wat ik eerder in de video zei. Ziet er leuk uit. Leuk dak. Alleen dat zelf vind ik ook heel mooi. Beetje verschillende kleurtjes. Beetje groen of paars of blauw. Geel en rood of roze of paars. Ziet er allemaal heel leuk uit. Het is een beetje de teacups XXL, hè, laten we maar zeggen. We gaan verder naar de volgende zaak. En dan zijn ze ook bezig bij de Beach Party van Gijsbert. De zwingmail die ik ook gedaan heb in Lonneker. Ziet er leuk uit. Mooie molen trouwens. Ze zijn ook bezig met onderhoud. En ze zijn bezig met de kassa. Dus wordt opnieuw bestickerd. Zo te zien. Ze zijn het helemaal aan het afschuren. Die wordt bestickerd. Ze zijn ook bezig met de laatste gondels aan het maken. Dat wordt ook in de led gezet. Hier zijn ze mee bezig. Ziet er leuk uit allemaal. Dat het gereset wordt. Ook komt er iets nieuws in 2018, maar dat mag ik nog niet zeggen. In 2019 bedoel ik, maar dat mag ik nog niet zeggen. Dus we gaan verder naar de volgende update. En dan de laatste update voor vandaag. Daar sluiten we echt de boel mee af. Jullie zien het allemaal. De Patrick RH heeft een beetje problemen met bepaalde exploitanten. Nou, dat boeit me helemaal niks. Maar jullie ziet het, hij heeft bijna de 2000 abonnees, hij heeft 1950 abonnees. En mijn vraag is, maak voor het kermisseizoen begint, abonneer even op zijn kanaal. Hij moet nog 50 abonnees voordat hij de 2000 abonnees heeft bereikt. Dus help hem eventjes om de 2000 abonnees te bereiken. En dan komt het wel helemaal goed. Ik hoop dat hij kijkt. Even lang vermoeren deze kermisupdate. Dit was dan de kermisupdate voor vandaag. Voor deze week eigenlijk. Bedankt voor het kijken. Hoop dat jullie de intro nieuw gevonden hebben. En ja, bedankt voor het kijken en tot ziens. Bye.